dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag, even nadenken, 31 maart. Bijna alweer april. En ik ga voor jullie een nieuwe weekvlog beginnen. Dus als je er veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is dus vandaag woensdag. Sommigen zullen wel weten dat ik op maandag en dinsdag stage loop. Dus ik heb dan niet gefilmd. En dan begin ik gewoon op woensdag, want dat is gewoon wat handiger. Vorige week had ik stageweek, dus heb ik ook niet gefilmd. Maar ik ga dus nu deze week gewoon weer lekker voor jullie filmen. Ik heb me net klaargemaakt en ik ga zo meteen een foto maken. En daarna ga ik skileren samen met C. Echt heel veel zin in, want dat is echt heel lang geleden. Ik ga nog even snel mijn kamer een beetje opruimen. Ik moest net ook nog iets filmen voor een samenwerking. Dus daarvoor had ik ook even mijn haar gekruld. Dus ik ga zo meteen helemaal gefliekt skileren. Dus ik ga nog zo meteen even snel iets eten. En dan ga ik skileren. Mijn haar moet nog wel een beetje uitzakken. Dat de laatste keer was. Oké, ik ben met C. En we gaan even een foto van mij maken. En daarna gaan we skileren. Het is echt mega lekker weer. Het wordt vandaag 20 graden of zo. Dus ik loop gewoon in mijn shirtje. Maar ik heb zo ook nog een ander shirt. Volgens mij moeten we daar tussendoor. Oh ja. Toch of niet? Ja, en oké, wanneer was de laatste keer denk je dat we... Volgens mij was het nog wel... Nee, want volgens mij was het nog wel met jouw verjaardag. Dat we daarvoor nog gingen sporten en zo. Dus rond 1 november. Nou, ja. Gewoon wanneer de sportscholen dicht gingen. Ja. Dus dat wordt echt spierpijn. Ik weet het echt zeker. Oké, ik ben echt benieuwd. En ja, we zijn dus nu even leuke fotoplekjes aan het zoeken. Ik liet echt een vieze boer. And nothing hurts anymore, I feel kind of free. We're still the kids we used to be. Oké, C en ik hebben geskillerd. Ging heel goed, was wel heel warm. Ik vind die TikTok moi. Omdat het een beetje raar is, omdat ik opeens er heel anders uitzie. Kijk, hij klopt wel precies. Ik vind hem heel leuk. Ik zal erover nadenken. I like it. Is hij niet leuk dan? Kijk, ik ga even mijn handen wassen. Maar het was wel een beetje hot. We hadden echt beter een korte broek aan kunnen doen. Maar ja, een korte broek met skier is nou ook niet het beste idee. Nee, als je op je bek gaat, dan heb je helemaal geen benen meer. Nee, heb je geen benen meer? Nee. Maar mijn haar zit er nog wel goed in. Dat is fijn. Ze zit lekker met haar zonnebril binnen. Wat doen die avocado's daar? Ja, ik heb ze liggen al een week in de koelkast. En normaal kan ik ze dan gewoon eten. En nu pakt er een knijterhard nog. Dus ze hebben even wat zonlicht nodig. Oké, ik moet eieren eten. Leg je ze daar? Ja? Daar komt toch geen zon. Ik ben net klaar met oppassen. Ik weet echt niet wat het laatst is gefilmd. Maar na het skileren moest ik dus oppassen. Dus ik ben net terug. We hadden een watergevecht gedaan. Dus ik ben echt helemaal doorweekt. Maar ik ga thuis even wat anders aan doen. Het is nu 24 graden staat er. Dus heel erg lekker warm. Het droogt wel op. En vanavond gaan ze in die koken. Want we eten samen. En ik moet ook dingen aan school doen. Morgen ga ik naar de kapper. Morgen moet ik ook weer oppassen. Dus ja, ik vind het heel leuk. Wat ik allemaal heb, maar het is wel echt heel veel. Omdat ik elke keer terug moet naar waar ik eerst woonde. Door oppassen en werk. Maar ja, het is niet anders. Dus in ieder geval ga ik nu even naar huis rijden. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik was al echt best wel vroeg wakker, want ik had om 8:30 les. Alleen op een of andere manier was ik een beetje de tijd vergeten. Dus ik moest me heel snel omkleden en make-up doen. Maar haar heb ik niet gedaan. Want ik ga nu naar de kapper. En het is echt mega vet. En het ziet er niet uit. Ik heb het even in een knot gedaan. Wat ik ga doen is highlight laten zetten. Want ik heb dus als ik haar highlight gezet. Nu zit ongeveer bij mijn oren. Ongeveer. Dus ik rijd nu naar mijn kapster toe. Maar dat is wel weer gewoon waar ik eerst woonde. Dus ja, ik moet weer helemaal terug. Zoals elke dag. Dan heb ik daarna, omdat ik echt... Ik had gisteravond echt mega erge soort van koopdrang of zo. Dus ik heb straks een afspraak bij de Zara en bij de Pull & Bear in Leiden. En dan ga ik daarna oppassen. Dus het is best wel een drukke dag. En dan vanavond heb ik ook kookbeurt. Dus moet ik ook weer koken. Dus ja, in ieder geval ben bijna... Nou ja, bijna. Ik ben over 10 minuutjes bij de kapper. En dan ga ik jullie meenemen in mijn dag. Oké, ik ben terug van de kapper. Ik kon er niks filmen, want dat vind ik altijd een beetje ongemakkelijk. Oh, mijn camera is niet scherp. Ik heb dus highlights genomen, dus het is weer lekker blond.
ik stel altijd mijn haar of ik feun altijd mijn haar. Dus het is niet helemaal stijl. Dit is eigenlijk hoe mijn haar natuurlijk zou vallen. Wat ik dus zelf niet mooi vind. In ieder geval, ja, het is gewoon weer lekker blond. Maar ik vind het altijd het mooiste na de eerste keer dat ik het zelf heb gedaan. Ik ben dus nu bij mijn moeder thuis. Omdat ik dacht, ik ben toch heel dichtbij. Dus ik ga hier wel wat eten. En dan ga ik straks naar de Zara en naar de Pombeer. Want ik heb winkelafspraken. Maar is echt lekker blond. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Want het was echt gewoon een beetje, ja, het zag er gewoon echt niet meer uit. En aan de achterkant hebben ze het nu helemaal, nou, dat ga je niet zien. Hebben ze het helemaal recht gedaan. Dus dat vind ik ook heel erg mooi. Dus ik ga nu wat eten en dan ga ik richting de stad. En mijn wimpers zijn helemaal uitgezakt door dat mondkapje. Zo stom. Oh, ik weet al van toen Noor en ik hamburgers gingen maken. Oké, ik ben weer thuis van het oppassen. Ik zal zo meteen even laten zien wat ik bij de Zara heb gekocht. Oké, wat we gaan maken zijn taco's. Ik mag het er wel in doen. Wacht, ik ga het er eerst even in doen. Met kaas. Maar het gaat sowieso heel hard spatten. Niet, gewoon zo. Ja. Ja. Moet je wel nog de afzuiger uit doen. Ja, moet dat gelijk? Ja. Hier, jij moet het uitzoeken. Ik weet nooit op dat knopje dan. Oké. Nou, de gehakt zit erin. Dat zit erin. Zal ik nu laten zien wat ik heb gekocht? Ja. Oh, Oh ja, dat wilde ik nog zeggen. Ik had dus een afspraak gemaakt bij de Zara en bij de Pombeer. En er was echt. Maar je moet er eerst 100 ml water in doen. Heb je dat? Water. Oh. En er was echt niks. Ik heb eigenlijk meer wat gekocht om het kopen. Want er was echt gewoon geen leuke dingen online. Ik had dus echt 10 dingen geselecteerd. En die kon ik allemaal niet vinden in de winkel. Maar wat ik wel heb gekocht is dit leuke spijkerjurkje. Deze dus. En deze was 40 euro. Ik zal de code even laten zien. Zo. Ja, voor de rest had ik nog een nieuwe primer en nog wat make-up dingen. Omdat ik mijn tijd moest opvullen bij de kruidvat. En dat was het. Eigenlijk sfeerbeelden moeten maken van deze avondwandeling. Oké, ik ben met C. En we hebben gegeten en we zijn nu aan het wandelen. Ja. Daar zal ik dat doen? Ja? Leuke sfeerbeelden maken. Maar deze boom is minder. Oké, vanaf nu gaan jullie even zien hoe wij altijd wandelen. We hebben net posters opgehaald, want we hadden ook nog posters, had ik voor mijn bordje besteld, maar ik heb ook nog een paar voor het huis, namelijk deze voor op de wc. Iemand thee? Nee. En deze had ik nog voor in mijn kamer. Met een, ja. Die doe ik hierin, voor mijn kamer. En dan heb ik nog deze voor in de keuken en nog. Kijk, C heeft altijd allemaal lekkere dingetjes. Is dit weer diezelfde, maar dan met Oreo? Ja. Die witte is echt het lekkerst. En ik heb hier ook nog een andere. Heb je die al geproefd met cookie? Die maak ik ook deze. Oké. We gaan zo even mijn poster erin doen. Zo, je bent ver. Ik ging net verkleuren. Ik heb alleen je hand. Oh, leuk, dat blauw. Ja? Ja. Goedemorgen, het is vandaag
vrijdag. En het is nu bijna 12 uur. Ik heb vanochtend al gewerkt. Ik heb mijn haar gekruld. Maar omdat ik, als je heel veel product in je haar hebt, wat ik dus bij de kapper heb gekregen, zit mijn haar dus nu zo. Dus het moet echt nog wel eventjes uitzakken, want anders ziet het er echt niet uit. In ieder geval, ik ga nu onderweg naar Floor toe. En dan gaan we even foto's maken. En ik wist echt niet wat ik aan moest doen. Dus ik heb echt gewoon allemaal dingen in een tas gepropt. En mijn haar ziet er wel echt... Hier word ik niet heel blij van. Maar ja, maakt even niet uit. Het is in ieder geval een stuk blonder. En dat is wat ik wilde. En ik ga dus nu naar haar toe rijden. En dan zien jullie mij zo meteen. Oké, ik ben met Floor. En wij gaan foto's maken. Kijk hoe mooi. Dit hebben wij gevonden. En dit hebben wij geobserveerd. Hier ging Chris verskieleren. Oké. Ga jij eerst? Ja. Oké. Ik kan toch met je handen in je zij? Ja. En dan ja. Gingen we dat combineren. Ja, dat hadden wij dus ook gedaan. Oké, wacht even. Alleen wat het dus een beetje het nadeel was, inderdaad dat het geen geheel wordt. Ja, nee. Dus als je allemaal, omdat het zeker twee p ook, twee A4'tjes maar mocht zijn. Mm-hmm. Oké, Floor en ik hebben net foto's gemaakt, maar daarna hadden we er geen zin meer in. Dus we zijn nu bij de Mac. Bij onze favoriete. Lekkie! Kan echt niet. Ja, ik ga dit even door. Wat een mega goed nummer. Oké. Kan echt niet. Naar wie? Gewoon naar iedereen. Oh, Snappy. Lekkie. Ja! Oké, maar wat wilde ik nou zeggen? Ik weet het niet meer. Ik ben een beetje chaotisch opeens. Ja, maar het is toch gewoon prima. Ik denk niet dat ze daar heel moeilijk om gaan doen, hoor. Toch? Ja. Ja, maar krijg je dus feedback per stuk? Je krijgt ook geen cijfer of zo ervoor, hè? Het is gewoon, volgens mij, voor dat paper. Of wel? Ze hebben niet zo met de giet. Geen niet gegund. Nee. Thank you. Wel lekker warm. Ja, dat scheelt weer. Oh, lekker. Wacht, ik heb eigenlijk ook heel erg dorst, dus ik ga eerst even. Nee, maar we mogen niet meer over school praten. Nee, ik krijg er helemaal niet vast van. Ik ben weer thuis. We waren dus ook nog even naar de Mac geweest en we hebben leuke foto's gemaakt. Ja, het was eigenlijk heel erg gezellig. Ik heb me nu even snel omgekleed, want ik had het echt bizar koud. Het was gisteren en eergisteren erg lekker weer, maar... Nu is het gewoon weer heel koud en we hadden dus foto's bij bloemen gemaakt. Wat ik gewoon echt zo mega leuk vind. Omdat het gewoon, ja, gewoon een beetje dat lente effect heeft. Ik heb mijn bed net in de was gedaan. Mijn kamer is echt voor het eerst een rommel. Sinds ik hier woon is het nooit een rommel geweest, behalve nu. En ik ben bezig met school. Dus ik zit hier en mijn kamer is echt bizar. Dus ik heb mijn dekbed in de was gedaan. Ga ik het zo meteen opruimen, maar... Ik moet straks iets naar mijn groepje mailen. En ik had dus ook wat nieuwe posts van Decennio. Ja. Dus ik dacht, dat kan ik straks dan ook even laten zien. Ik heb bijvoorbeeld deze, vind ik heel leuk. Met die, met de maanfases. Hoe noem je dat? De maan, ja dat. Dus dat vind ik heel leuk. En ik ga straks met C even lekker skileren. Dus we zijn heel goed bezig. Oh. Oh, grapje. Ik dacht dat hij los zat, maar dat is niet zo. Ik moet alleen nog even een goede plek zoeken in mijn kamer. Oké, ik was de weekvlog aan het editen. En ik zag dat het een beetje raar eindigde. Want ik heb echt maar 3 dagen gefilmd. Ik had dus woensdag, donderdag en vrijdag gefilmd. En zaterdag moest ik dus de hele dag werken. En daarna moest ik oppassen. En toen had ik gewoon echt geen tijd meer om te filmen. En zondag moest ik ook werken. Dus het was gewoon allemaal een beetje druk. En ik heb dus met Pasen eigenlijk ook niks gefilmd. Heel stom wel nog andere dingen. Maar dat komt dus pas in de volgende week vlog. Dus dat was een beetje stom. En de vlog is eigenlijk heel erg kort. Dus ik twijfel van ja, ga ik dit online zetten? Maar er zitten ook wel weer leuke dingen in. Dus dat wil ik niet doen. En ik kan natuurlijk ook niet elke week leuke dingen filmen. Want de volgende week vlog wordt bijvoorbeeld wel weer heel erg leuk. Dus ik wilde dat toch wel eventjes benoemen. En ik dacht ja, ik kan wel... nog iets anders gaan doen, maar ik weet eigenlijk niet wat. En ik wil wel graag de week vlog leuk houden. Dus ik moet nog even kijken wat ik ermee ga doen. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe week vlog.